Yo jongens en meisjes en welkom terug bij mijn derde wekelijkse vlog. Vandaag gaat een rustige dag worden. Ik ga met een maat van mij naar de voetbal. Want hij had het gevraagd en waarom zou ik dan niet meegaan? Ik zelf moet niet voetballen, want ik speel dan andere dingen dan hem. Hij speelt U21 en ik speel bij de reserve. Omdat ik ook gewoon te oud ben, want eigenlijk was de eerste bedoeling dat ik daar ook ging voetballen bij de U21, maar ja. Blijkbaar ben ik te oud, dus ik moet naar de reserve. Wat ik dan nog ga doen, ik ga zelfs mijn beelden van de tweede wekelijkse vlog op mijn computer zetten, dat ik die straks kan bewerken. En online kan zetten natuurlijk. Ze biedt ook nog een thumbnail maken voor mijn Marvel video die straks ook nog online komt. En dan, ja, gaat het nog een rustige dag worden. Ik ga, als ik op tijd terug thuis ben, nog een paar video's maken. Een paar video's bewerken ook. Aan het weekend heb ik nu wel tijd. Dus ik heb nu, ja, veel meer tijd dan dat ik bij de bakker ging werken. Ik moest op mijn zaterdag bijna nooit gaan. Alhoewel, als ik het aankon dat ik op een duur wel op mijn zaterdag moest komen. Maar ja, nu moet ik geen maanden meer komen. Dus ik ga nu mijn beelden op de PC zetten. En hopelijk zet ik niet de verkeerde beeld zoals deze nu al op mijn PC. Alleen niet dat hij heel erg is, maar toch. Let's go. Ik heb er echt zin in. En sorry dat ik soms naar buiten kijk, maar er rijden er oude auto's en ik ben snel afgeleid. Dus. Maar ik hou jullie nog op de hoogte, dus let's go. Oké, ik ben thuis. Ze hebben 1-1 gespeeld, wat wel jammer was. Het was wel een gewone match eigenlijk. Maar ik ben nu de vlog aan het bewerken van de vlog die vandaag nog online gaat komen. Dus het is wel even werk. Het is al langer als 22 minuten en ik heb nog een paar shots dat ik nog moet doen. Na dit moet ik dit nog ook doen. En voor de rest is het allemaal wat effecten dat ik heb toegevoegd. Dus ik heb nog wel even werk, maar ja, ik doe dat wel graag. En normaal gezien zou die tegen 8 uur wel online moeten staan. En dan hoop ik dat mijn eten er nog niet is, want mijn moeder heeft al eten besteld. Dus het gaat er eens tegen de klok worden, want ik wil deze toch wel tegen 8 uur online hebben. Maar ik ben echt blij. Ik ben echt blij. Met deze camera. Echt, de kwaliteit is zo goed. Soms heb ik ook dingen dat goede reviews hebben. Maar dan heb ik het zelf en dan denk ik van, dat kon toch iets beter. Maar dit is echt wel een goede camera. En voor de rest, ik wou eigenlijk ook nog Marvel video's maken. Maar ik denk dat ik dat naar morgen ga schuiven. Morgen heb ik toch niks te doen. Dus, dan doe ik het dan en dan heb ik eigenlijk de hele dag, want het is een zondag. Alleen moet ik dan vandaag of morgen vroeg nog snel een video. Snel is niet goed. Moet ik wel een video gaan bewerken voor ook online te zetten. Maar ik zie nu dat mijn batterij bijna plat is, dus ik ga zelfs verwisselen van batterij. Zodat ik kan blijven vloggen. Dus, let's go! Een hele goede morgen. Goh. Het is zondag. Ik dacht eigenlijk wel te slapen. En ik denk dat het 9:30 is. Het is later, het is 9:10. Ja, ik word altijd maar vroeger en vroeger wakker op een zondag. En ik denk altijd zo een beetje uit te slapen. Tegen 11 uur zo wakker te worden. Maar ja, dat is leven. Ik ga zelfs dingen doen. Ik ga zelfs mijn vlog online zetten, want ik heb besloten om mijn wekelijkse vlogs altijd op een zondag om 12 uur te uploaden. Omdat ik hier dan nog wat meer spelingen heb voor te bewerken en zo. Want ik had gisteren echt geen tijd. Want ik moest aan de maat naar mij naar de voetbal doen. En als ik binnenkort zelf maar toen moet gaan spelen, dan kan ik het ook niet. Hele dag bewerken. Dus ik doe het dan zo. Dan heb ik toch ook meer tijd. En kan ik s'avonds ook doordoen.
Dan ga ik ook nog een Marvel video bewerken en plannen voor morgen. En dan is het zo een beetje. Ik wou eigenlijk voor straks ook nog één maken. Dus ik ga nog zien dat ik vandaag twee ga bewerken. En dan, als ik nog vandaag tijd over heb, wil ik ook nog wil ik nog Marvel video's maken. Dan heb ik ook nog genoeg voor door de week. En ik heb een probleem. En sorry dat ik kut aan het filmen was, blijkbaar. En ik heb een probleem. Mijn PlayStation, ja, die pakt geen disc meer aan. Dus ik moet dat weer oplossen. Ik denk dat het nu wel een groter probleem is, want soms als hem die uitspuugt, dan kon je zo aan een VS draaien om die vaster te zetten en dan was het opgelost. Maar nu wil die helemaal die niet meer aanpakken, dus ik denk dat er nu wel iets meer aan de hand is. Maar ja, dat de PlayStation 5 maar snel komt, want dan haal ik die. Dan heb ik geen problemen meer. Maar ja, dat gaat nog even duren. Ik denk, nou, te zeggen holidays, dus ja, dat zal wel rond kerstmis zijn dat die uitkomt, ook al is dat wel een beetje stom, maar ja, wie weet, waarschijnlijk wel. Maar ik ga nu mijn vlog plannen. Oké, ik ben nu eigenlijk iets anders aan het doen wat ik eigenlijk heb gezegd. Ik ben nog een intro aan het maken, want ik wou dat eigenlijk al even, maar dat lukte nooit. Ik downloadde de verkeerde bestanden ofzo, ik weet het niet. Nu is het terug aan het renderen en ik zeg het u, als die lukt, goed. Dat is de nice intro dat ik ooit heb gehad. Ik zeg niet dat de nice intro van YouTube gaat zijn of dit of dat. Maar op mijn kanaal zou dat echt wel de nice intro zijn. Dus hopelijk lukt het en hopelijk kunnen jullie dat nu in, hebben jullie deze intro ook al wel gezien in deze vlog. En ja, geef jullie mening maar over die intro. Dus, ja, misschien kan ik het nog verbeteren, misschien niet, zeg het maar. Ik vind het wel mooi gedaan. Ja, ik ben niet iemand dat kan. Dus ik heb het wel, het is wel mooi gedaan naar mijn kwaliteiten. Als je naar mijn kwaliteiten kijkt dan toch. Maar ik ga nu wachten op mijn intro, want ik wil die dan ook in mijn Marvel movies. Ik wil die dan ook in mijn Marvel film steken, maar ja, het moet nog 5 minuten renderen en ja, dat kan nog wel even duren en hopelijk lukt het echt wel. Het zou echt wel mooi zijn, want ik wou misschien al begin vorige maand eigenlijk al een intro en ik had er een gemaakt en dat lukte niet. Het was gemaakt en ik download het en render het en die dingen en ik kreeg het gewoon niet op een mp4 bestand. Ik heb alles geprobeerd, niks, maar ook niks werkte. En nu heb ik wel iets, een andere video gevonden dat ik toen niet had gevonden. Ik denk dat deze ook wel legit gaat zijn, dus misschien dat nu wel werkt, want je moet soms, sommige YouTubers moet je echt niet vertrouwen met zo'n tutorials en zo. Want geloof mij, je hebt meer problemen dan dat je eerst had. Ik heb al veel filmpjes gezien en zo, omdat ik dat dan gewoon deed zonder eigenlijk echt na te denken. Ik ben ook blij dat mijn PC nog werkt. Maar ik ga nu wachten en dan de video bewerken voor straks of voor morgen. Ik ga proberen 2 video's nog te bewerken. Het is 11:15, dus dat moet nog wel lukken. En een paar video's maken, dus eigenlijk moet dat wel lukken, want ik heb toch niks te doen. En dan heb ik misschien nog vrije tijd over. En dat hoop ik ook voor nog een beetje zelf te gamen. Want dat lijkt me nog wel eens leuk om zo vrije tijd te gamen. Want dat is ook al een paar dagen geleden dat ik het nog gedaan heb. Denk vrijdag misschien de laatste keer. Ja, voor mij is dat wel lang. Maar oké, ik hou jullie op de hoogte. Moest het gelukt zijn. Ik ga het wel niet met mijn camera op beeld laten filmen. Want ja, jullie zien het toch in het begin van de vlog. Dus ja, let's go. Oké, ik ga nu zelfs de Marvel video's terug beginnen op te nemen. Piep zitten. Nog een leuke ding. En dat is goed nieuws voor mij. Mijn
PlayStation neemt terug discs aan. Ik heb het nog eens geprobeerd, gewoon nog eens zo een beetje aan te draaien bij dat ding. Jullie snappen het ook wel als je een PlayStation hebt. Hè? Ik heb dat dus gedaan en het werkt terug, dus ja, goed nieuws. Dus ik kan direct beginnen, ik kan mijn OBS opzetten en let's go. Ik had nu wel geluk, moest het nu weer niet, moest hem geen disc aanpakken. Dan heb ik wel pech, dan kon ik geen Formule 1 meer spelen. Maar dan heb ik wel geluk, want de Avengers staat gewoon zo op mijn PlayStation, dus dat is ook wel luxe. Maar ik ga nu beginnen, dus let's go. Ik hou jullie nog op de hoogte. En straks moet ik me precies nog wel scheren. Oké, mijn vissersroutje is ook nog van een partij. Als je de eerste wekelijkse vlog hebt gezien, weten jullie dat ik dit soms draag. Dat is wel leuk. Dan is het goed. Er is verandering in de planning. Allee, eigenlijk niet echt verandering, want ik had alles gedaan. Buiten dan maar één video bewerken. En dan heb ik nog een probleem dat Sony Vegas niet meer werkt. Dus de kans is groot dat ik alles kwijt ben. Tijdens het renderen, dus ik snap het ook niet. Maar ik ga naar mijn vriendin. En dan gaan we even daar dingen doen. McDonald's eten en zo. Dus, let's go. Ik ga vloggen. Misschien dat ik ook tijdens dat we gewoon aan het eten zijn, dat we gewoon wat gaan praten en zo met jullie. Ik zie nog wel wat je doen. Ja, let's go. Ik heb eigenlijk zin, ik heb ook honger. Dus daarmee. En ze wou me nog zien. En ja, waarom niet? Dus let's go. Dan gaan we naar mijn vriendin. Oké. We zijn er klaar voor. Het is lekker warm ze, trouwens. Oh. Alleen niet lekker warm in mijn auto. Ik denk dat ik echt kapot ga van de warmte. Zo, Sauna Curia Gaming is weer al in de house. Een stelscherpcamera, alsjeblieft. Dankjewel. Ik ga niet lang treuzelen, want ik moet ook nog gaan tanken. Dus een auto heeft benzine nodig, dus ja, dat ga ik ook eerst doen. En dan ga ik herhalen. En dan zien jullie mij direct wel terug, want ja, editen is zo mooi. Dus nu werkt het niet. Nee, ik ga nu gewoon tanken en dan zien we wel wat er gebeurt. Let's go. Is dat warm? Ah, jawel. En dat? Nee. Dat is wel teken dat die burgers koud zijn. Nee, ja, ze zijn nog warm. Hallo? Oh. Rocket bears in de camping. Ja. Ik heb er één te weinig. Er zit een plant. Nee, dat is waar. Maar ik heb er één te weinig. Okay. Kijk, life hacks. Ik vind Dino koekjes mee. Dino koekjes. Waarom zou je dat nu mee hebben? Nou, het is geen idee. Heeft hij dat gestuurd? Ja. Uit? Ja. Toen was ik al wat kakker geweest. Nee. Je hebt dat niet gestuurd, hè? Jawel. Nee. Zo lieg tegen mij, dat meisje nu. Kan je de cola geven? De cola. Ja? Doe mij een cola. Ik heb een slokje. Een slokje, half die beker leek. Dat was echt geen slokje, hè? Het doet toch pijn, dat was het enige slokje. Banker. Wat? Wat? Banker. Weet je wat een keu is? Een keun. Een keun? Ja. Nee. Praat.
weet dat je zei keu, dat is al van de Bolliaar. Mm-hmm. Maar raad wat een keu is. Ik weet niet. Raad gewoon, dat is een dier. Maar welk dier? Een soort koe. Nee, dat is een konijn. Hey, dit is dus een keun. Ga je nog iets interessants zeggen? Ik moet niks interessants zeggen, ik ben interessant genoeg. Super. Zo'n keigoed geluid voor een auto, hè? Mm-hmm. Zo'n racecar of zo. De house onder een Suzuki gezet. Was echt niet oké. Ik ging echt strijk. Hangt toen af welke Suzuki? Zo in als Naomi heeft. Dat is toch niet oké? Nee. Oh. Wauw. Ik ben zo gewoon LeBron James 2.0, jongen. Wie? De basketballer. Is hij niet dood? Nee, dat is Kobe Bryant. Aha. Ja. Ik ga Shakira naar huis doen. En dan ga ik ook naar huis. Dus, allee. Ze wilt in de vlag komen. Ze zeggen het dan gewoon dat je in de vlag komt. Nee, ik irriteer wel graag. Ik heb hem moeten missen. Au, au, au. Ik laat jullie nog wel weten dat ik thuis ben. Oké, ik ben thuis. Eigenlijk al een tijd. Maar ik ben even naar mijn mama gegaan. Voor de mensen die het niet verstaan, dat is mijn oma eigenlijk. Maar wij zeggen mama. Ik ben eigenlijk, ja, misschien was ik rond 5 uur thuis en het is nu 7 uur. Ik was nog dan bij mijn mama. En daarna moest ik mijn zus nog naar een vriendje doen, dus daarom dat het eigenlijk zo lang duurde. Maar voor jullie duurt het eigenlijk niet, want dat is dan het volgende shot, maar bij mij niet. Ik ben wel echt stik kapot, want het was echt een drukke en een stomme dag. Maar allez, ik zal uitleggen wat ik eigenlijk voor werk doe. Ik werk nu in een magazijn. En dat is eigenlijk zo pikken zo. Ze noemen dat pikken. En dan moet je bestellingen voor slagerijen en traiteurs en van scholen en allee, mijn school zat er dus ook bij. Moeten we dat dan doen. En ja, ik had een doos tomatensaus laten vallen. Maar wij doen dus kruiden en verpakkingen en afwasmiddel en zo. Dat is alles wat je eigenlijk nodig hebt. Maken wij klaar voor naar die slagerij of traiteur of bedrijf of Carrefour of zo te gaan. Dus ja. Het was echt niet. Maar het is opgelost en het is niet erg. Soms kun je iets laten vallen en je doet ook niet expres, dus ja, het was niet zo erg. Maar ik schaamde me wel. En zeker toen die poetsvrouw aankwam, toen schaamde ik me helemaal, want ik moest nog in dezelfde gang ook zijn. Anders ging ik wel een beetje, en dan ging ik even weg sneaken. Maar ik moest daar dus nog zijn en ja. Dus ja, je kunt iets laten vallen, dus daarom. Ik moet me niet echt goed voelen, maar toch voel ik me er goed over. Maar ja, maakt niet allemaal niet uit. Morgen terug een nieuwe dag, terug om 7 uur. Jee. Oh. Ik doe het werk wel graag, maar dat vroeg opstaan is eigenlijk echt. In het begin is dat wel, kijk, ik denk dat ik op een duur wel gewoon ben. En ja, hopelijk ben ik dat niet te gewoon, want dat ik in het weekend weer te vroeg opsta. Want zondag was ik al 9 uur wakker. Niet nog altijd niet om het uur dat ik normaal moet opstaan om te werken, maar toch. Maar ja, in het weekend moet ik dan toch soms vroeg opstaan voor te voetballen. Dus ja, ik ga me inschrijven.
Ja. Deze week of volgende week, ik moet daar nog eens mee praten. Want ik heb in de vorige vlog vergeten uitleggen hoe het komt dat ik normaal... ik ging normaal naar de U21, onder de 21. Maar je moest, het laatste jaar is dat je van 2000 zijn, dan mocht je daar nog net in. En ik ben van 1999, dus ik ben te oud. Dus ik moet aan de reserve. Dus daarom moet ik van, ja, moet ik bij een andere ploeg. Allee, andere ploeg. Het is wel dezelfde ploeg dat ik normaal ging shotten. Allee, ging voetballen. Maar nu is het gewoon een ding hoger op. En ik wil morgenavond wel eens iets gaan doen voor de vlag, maar ik weet nog niet eens wat. Dus, en ik ga woensdag wel eens vragen aan mijn vriendin dat ze wel eens een paar beelden wil schieten. Maar als ze het niet wilt, snap ik het. Want ja, ik ga me ook nog een beetje gênant voelen. Want iedereen kijkt dan zo van, jij denkt dat je messages hebt zo. Maar eigenlijk wil ik het gewoon doen voor leuke shots in mijn vlog te hebben. Leuke content. Dus ja, we zien wel. En eigenlijk... In principe zou ik het niet mogen zelf zo'n shots maken, want privacy reden en dit en dat. Maar ja, we zien wel, als we problemen krijgen, problemen, dan stoppen we ermee. Dat zou wel echt wel heel jammer zijn voor de vlog. Maar ja, dan is het zo, dan ga ik andere content zoeken voor dan kan ik misschien iets nice gaan doen. Wat ik binnenkort ook wel ga doen is een GoPro kopen en dan ga ik zo snel mogelijk afspraken maken voor te gaan kaarten met vrienden en gaan zwemmen en zo. Maar ja, nu is het winter aan het worden, dus het zou dom zijn dat ik nu zou gaan zwemmen. Maar kaarten is eigenlijk nog altijd leuk. In de zomer leuk, in de winter leuk. Dus ja, kaarten zal er sowieso wel eens aankomen. En misschien nog andere dingen. Dus ik heb wel plannen voor de vlogs. Maar nu gewoon alles op het gemakske, want ik ben nu nog niet heel lang aan het vloggen. Dus het is voor iedereen in mijn vriendenkring en mijn familie en zo ook aanpassen. Ik heb ook niet bij mijn mama gefilmd, puur omdat ze dat niet gewoon zijn. En ja, ik weet ook niet dat ze dat willen, want ja, je filmt dan half het huis. En dat is ook wel... Ik zou het zelf... Ja, het hangt er vanaf. Ik zou het zelf... Moest ik geen YouTube doen, zou ik het zelf niet chill vinden. Maar nu dat ik YouTube doe en er zou iemand anders filmen... Ja. Dan maakt dat niet uit. En dan zeg ik van, ja, doe maar. Film maar. Ik ga nu gewoon gamen, dus... Let's go. Anders praat ik de hele vlog vol en dan is het weer een vlog van een uur of zo. Oké, ik ben een film aan het kijken. Terwijl dat mijn... video aan het uploaden is. Disney Plus is uit, eindelijk in België. Haha. Ik en Shakira zijn eigenlijk al een film aan het zien op dat. Alleen Shakira is Frozen 2 aan het kijken. En ik ben Toy Story 4 aan het kijken, dus. Jawel. En dan pak ik een babybel uit de koelkast en hoe toepasselijk is het ook. Echt wel. Ik ga verder kijken. En kijk worden van Shakira. Oké, ik ben dus thuis aan het werken. Het is nu ook inmiddels donderdag. Waarom dat gisteren... Goh, ik ben echt zo vermoeiend, joh. Dus waarom dat gisteren niet... Schaap. Dus waarom dat ik gisteren niet heb kunnen vloggen, is eigenlijk omdat ik aan het kijken was voor een andere voetbalploeg. Eerst was dat niet de bedoeling dat ik bij een andere voetbalploeg ging, maar door omstandigheden ga ik wel naar een andere voetbalploeg. Nu is het op dinsdag en donderdag training. En vandaag ga ik ook voor de eerste keer trainen, dus kennismaking en zo daar dan. Dus daarom dat ik gisteren niet aan het vloggen was, ik had echt geen tijd. Ik was echt alleen maar aan het kijken naar een ploeg. En ik heb er één gevonden. En ik wist al wel, die ploeg stond eigenlijk al wel hoog op mijn lijst. Want iemand van mijn werk, die voetbalt daar ook. En ja, ze zochten een reserve. Dus ik dacht van, ja, waarom niet? Maar ik was ook nog verder aan het kijken en
de kans was er ook nog dat ik toch bij die ploeg bleef waar ik eerst was. Maar ja, deze ploeg is nu ook korter bij mij. Dus ik denk dat dat ook veel beter gaat gaan. En hopelijk ga ik een goed seizoen meemaken. Maar ik ga dus zelfs ook eten. En dan ga ik trainen. Dus vandaag, gisteren had ik dus elke video nog kunnen uploaden. Maar ja, wegens die omstandigheden ging dat niet. Dus vandaag ook niet. Dus in het weekend zullen er een paar extra video's komen. En ja. Hopelijk kan ik ook eens shots van de voetbal maken. Aangezien de privacyregels weet ik niet dat dat echt gaat mogen. Maar we gaan dat gewoon doen, denk ik. Ik denk niet dat ze er echt problemen van gaan maken. Want ja, ik heb al foto's van die ploeg in de krant gezien en zo. Dus ja, waarom zou dat niet mogen? Maar ja, dat is wel misschien bevoegde personen of zo. Ik weet het niet, maar ik ga eten. Want om 7:30 is het training. En het is 7:15. En die pannenkoek, ze is al een hele tijd vroom aan het doen tegen mij. Zeg nog eens. Dat ik niet eens vroom doe. Je doet wel vroom. Echt niet. Echt wel. Kom vecht het aan. Kom dan, kom eruit aan. Kom dan. Laat ik een natnek. Maar ik ga eten. En dan me klaarmaken. Ik heb wel een beetje stress, want ik ken daar alleen dan iemand van mijn werk daar. En voor de rest ken ik daar echt gewoon niemand. Dus ja, dat gaat wel een beetje spannend zijn, maar dat komt wel goed. In het begin ben ik nooit sociaal. Maar na een paar dagen komt dat wel in orde. Dus ja. Komt wel goed, ik heb er echt een goed gevoel bij eigenlijk. Oh, dit is echt net... Good. Oh my fucking god. Ja, dat zijn echt irritante dingen aan het gebeuren. Telnet werkt gewoon vandaag niet. Is bij mij alleen. Ik weet niet. Ja. Ik kan geen sms'en sturen. Ik kan niet op mijn 4G. Ik kan niet op mijn wifi. Allee, mijn wifi werkt wel. Maar niet op alles. Dus. Ik kan net nog berichten sturen via Messenger en dat is, voor de rest kan ik gewoon niks. En ik wou nog video's maken. Het leven van de YouTuber. Ik hoop dat de morgen wel klaar is, want morgen moet ik deze vlog dan ook nog bewerken, dus... De laatste dag wordt nog spannend van een vlog. Denk eraan, mannen. Maar mijn vriendin komt ook slapen. Daar heb ik ook wel zin in. Morgen is mijn voetbalmatch, maar dan begin ik daar. Maar alleen morgen begin ik de vierde wekelijkse vlog. Dus ja, dan begint het daar al mee. En ja, zondag is dan ook voor de vierde wekelijkse vlog. Maar vandaag komt mijn vriendin nog slapen. En misschien dat ik haar nog eens ga pranken of zo. Dat kan allemaal. Dat ik wel eens iets random ga doen. We zullen wel zien. Ik moet ze zelfs gaan halen. Ja. Ja, ik moest, ja, meer moet ik niet doen eigenlijk, alleen haar gaan halen. Alleen dan zonder muziek in de auto, dat is zo saai. En ik weet, ik kan Spotify Premium kopen, maar dat is zoveel. Ik heb nu al Disney Plus, dan nog een Spotify Premium. Schande dat ik al geen Netflix moet betalen. Als ik dat ook nog moest doen, dan, ja, dan ben ik aan het werken voor die drie dingen eigenlijk. Maar, ik ga nu... Ja, ik ga nu gewoon wat even gamen, denk ik. Gewoon, ja, offline gamen zullen. En dan ga ik ze dan gaan halen. En, iets belangrijk, om 6:00 moet ik me gaan inschrijven. En, ja, ik heb chance dat ik mij nog niet heb ingeschreven bij die andere ploeg. Dus nu gaat het gemakkelijker gaan. En dan kan ik morgen al de match mee shotten, als alles goed gaat. Voetballen, shotten, niet voetballen. Dus, ja, ik heb er wel zin in. Een eerste match na twee seizoenen. Dus ja, maar ik hou jullie nog op de hoogte, moest er iets gebeuren. Oké, Shakira is ook bij mij nu, ze. We zijn nu The Lion King aan het zien op Disney. Nee. We zijn dus The Lion King... Nee.
We zijn dus de Lion King aan het zien op Disney Plus. Nee. Ik moet morgen van alles gaan doen. Ik ga naar mijn vader. Mijn voetbalmatch. Mijn eerste bij mijn nieuwe ploeg. Dus ik heb wel een beetje stress. Maar ik ga de derde wekelijkse vlog afsluiten. Ik hoop dat je het een leuke wekelijkse vlog vond. Geef dan zeker een like. En wil je meer van deze video's zien, druk dan zeker op de abonneerknop. Het is gratis. En vergeet ook niet op dat belletje te duwen. Dan weet je wanneer ik iets upload. En dan zie ik u hopelijk terug bij een andere wekelijkse vlog. Ciao. Moet jij nog iets zeggen? Ja. Wat? Een update van mijn visjes. Ah ja, en de... ja, moet ik het zeggen? Ja. Oké. Er is één visje doodgegaan van Shakira. Jammer genoeg. Maar dat is niet mijn schuld, die kunnen eruit springen. Ja, ik heb de gaatjes dicht gedaan. Vissen hebben blijkbaar, als ze stress hebben, kunnen die uit het aquarium springen. En dat was bij haar gebeurd. Maar nu heeft ze drie nieuwe visjes, hoe noemde ze? Froggy, omdat hij kikkerogen heeft. Barry, omdat dat moest van een vriend van mij. En dan ja, Lisa, omdat Lisa dood was. Dus ik wou een nieuwe. Nu weet je, Lisa. Ik zal wel een foto sturen. Tot de volgende keer. Ciao.